Dag allemaal, welkom bij de bespreking van Vergilius Aeneis, boek 2, vers 271 tot en met, sorry, 72 tot en met 279. Wat is er aan de hand ook weer? Het Trojaanse paard is binnengehaald en de Grieken kruipen daar al uit. De tranen liggen echter totaal onwetend lekker te slapen. En dit is een zeer gratissima slaap. Die slaap is zeer welkom, maar het klinkt natuurlijk ontzettend bitter, want het zal uiteindelijk ontzettend noodlottig voor hen blijken, die slaap. Dan ligt er Aeneas te slapen en ziet hij in zijn droom, in Antaoculos, Hector, de verdrietige Hector. Zeer verdrietig. Zeer pathetische manier van vertellen, want hij wordt heel erg verdrietig neergezet met zeer sterke woorden, wordt daarvoor gebruikt. En dan lezen we verder. Raptatus bigis ut quondam. Letterlijk zoals hij eens. Zoals eens. Raptatus. Meegesleurd door de tweespan. Of eventueel zoals ik dat in het boek staat voorvertaald. Met een aanblik zoals eens toen hij was meegesleurd door, een tweespan. PPP van Raptale dit natuurlijk, hè. Ablatief is hier. Que en. Ater. Nog een nominatief bij Hector. Dof. Zwart. Ater is ook echt een negatieve kleur, hoort bij de onderwereld. Die is altijd ater, nooit niger of zo, maar ater. Dofzwart. Cruento pulvere. Door het bebloede stof. Het is bloed en stof vermengd, maakt dat hij er diep zwart uitziet. Want opgedroogd bloed is vaak zwart van kleur. Et que en letterlijk door zijn voeten doorboord. PPP van traikere. Dan ben ik doorboren. Hier een accusativus van betrekking, accusativus respectus. In plaats van ablativus, van wat je zou verwachten, hè, met riemen. Hier, wat betreft riemen, dat is een beetje gek. Dan tumentes, gezwollen, zwellend, als het ware. Ja, alwaar, tumere betekent gezwollen zijn. Dus gezwollen zijnde, oftewel gezwollen. En dat hoort dan bij pedes. Dus let ik door zijn voeten doorboord, wat betreft riemen. Nou, dat is natuurlijk een beetje een rare uitdrukking. Het is nogal een opmerkelijk gebruik van de accusatief van betrekking. En ik kan beter al vertalen. Zoiets als. En zijn voeten. En in zijn voeten doorboord. Met riemen. Zoiets dergelijks. Waarom ook weer met riemen? Je weet nog wel. Hector. Meegesleurd door de tweespan van Achilles. Nadat hij Achilles hem gedood had. En had hij natuurlijk die voeten. Doorboord. En daar die riemen. Zijn riemen van. Van een rijtuig, hè, van een wagen. Die is hij er doorheen gehaald en achter een wagen gebonden. En dan heeft hij hem rondom de stad gesleurd. Het lijkt een vreselijke mishandeling van een dood persoon. Hier kan je alweer heel erg veel over zeggen. Kijk even naar de scansie. Raptatus bigis ut quondater. Hier. Ilisi quondater quecurento. Allemaal lange lettergrepen. Spontaan weer om het heftig en nadrukkelijk neer te zetten allemaal. Het is een jammer moment, aterque cruento pulvere, dat er moet echt nog iets achtervolgen, want cruento, dat is een bijvoerend naamwoord, je weet nog niet wat hij wil zeggen. Is een polysyndeton uiteraard, que en que, en een alliteratie, pulvere perque pedes, en dan dus die gekke acties van betrekking, en dan dat tumentes in hyperbaton bij pedos helemaal achteraan, maakt dat die een hele opvallende formulering is, en dat draagt ook bij aan het opwekken van pathos, zoals hier ook alweer het, die sterke woorden waarin het verdriet van Hector wordt beschreven, pathos opwekken en doet deze, al deze dingen die ik net noemde, doen dat eigenlijk ook. Pathos, weet je wel, medeleven, medelijden van de toehoorder of lezer. Als we dan verder gaan, komt er nog iets heel pathetisch. Ei, mihi, uitroepen, exclamatio, wee mij, ach jee, oh mee, of zoiets dergelijks. Qualis erat, letterlijk, hoe was hij? Wat voor, hoedanig was hij? Oftewel, we zeggen, wat zag hij eruit, zou ik zeggen. Quantum mutatus abillo, Hectore, hoezeer veranderd, PPP van mutare, veranderen, vanaf, hè, dus ten opzichte van, illo Hectore, die Hector, die terugkeert, even presens historicum misschien wel, of ja, het is levendig voor de geest, in dutus gekleed,
in met een actief erbij. De wapenrusting, exuviai, de wapenrusting, altijd meervoud. Acheli, van Achilles. In Achilles een wapenrusting. Ja, dus als je net uit de strijd terugkomt, of iets dergelijks. En, nou ja, of iets dergelijks, even concreet. Het gaat over het moment dat Achilles Patroklos heeft verslagen. Die gekleed was in de wapenrusting van Achilles. Waardoor iedereen dacht dat het Achilles was. En iedereen verloor dus van hem. Doordat hij alleen maar angst inboezemde. Naar Hector heeft Patroklos verslagen. En trok toen de wapenrusting van Achilles aan. Achilles vervolgens ontroostbaar door het verdriet van zijn vriend. En stortte zich als een leeuw weer die strijd in. En heeft toen uiteindelijk Hector gedood. Heeft zijn wraak genomen. En toen dus rondom de stad gesleurd. Nou, het hangt allemaal met elkaar samen uiteraard. Goed, zo dus terugkeert. Of niet alleen terugkeert nadat hij gekleed was in de wapenrusting van Achilles, maar ook Jaculatus. PPP van Jaculari slingeren. Dat is een deponens, dus hier niet geslingerd zijn of zo, maar geslingerd hebbend. Deponens. Geslingerd hebbend, of nadat hij geslingerd heeft, de ignes frigios, dat is accusativus, in Hyperbaton weer natuurlijk. De Frigische vuren, ik denk dan aan vuurpijlen of iets dergelijks. En dan niet zozeer een accusativus met ad of zo, aan de richting, hè, maar gewoon een losse dativus. Richting de poepibus, de achterstevens, hier pas pro toto, een metonymie. De schepen, Danaum, van de Danaï, van de Grieken dus. Frigios, Frigis is trouwens ook een soort van metonymie, want Frigie is een landstreek eigenlijk waar Troje in ligt. Dat dus wordt gezegd in plaats van Troje. De volgorde valt hier uiteraard op. Danaum Frigios staat expres naast elkaar om dat contrast weer te geven. Dan moet je dus uiteindelijk wachten wat er uiteindelijk mee congrueert. En dat levert ook een klein beetje ja, spanning of interesse op, als het ware. Niet chiastisch opgebouwd, maar parallel. Zie je, is gewoon A, zeg maar B, A, B in die zin. Wat je hier natuurlijk nog hebt, is qualis erat quantum mutatus. Een anafoor eigenlijk, want qualis en quantum, dat lijkt heel erg op elkaar. Het is ook afgeleid van bijna hetzelfde woord. En er zit ook een alliteratie in. Nou, al dat bij elkaar. Nog het enjambement, ab illo hectore. Levert ook weer wat pathos op. Hè? Hoezeer was hij, een soort van uitroep, versterkt door een anafoor met quantum. Dat leidt tot pathos. En ook dat contrast van hoe hij er nu uitziet, dat doet expres, hoe hij er vroeger uitziet toen hij terugkwam uit de strijd, naar de stad. Dat doet Virgilius expres, of eigenlijk Aeneas moet ik misschien zeggen als subverteller, om contrast weer te geven met hoe die er nu uitziet. Hè? Dus in die droom het ontzettend bebloed en lelijk en doorboord uitziet. En dat contrast wordt nog eens een keer versterkt. Omdat hij hier nog een keertje terugkeert naar het nu. Hier was het dus weer vroeger. Hier was het nu. En er wordt ook een hele beeldende beschrijving uitgegeven. Van hoe die er nu uitziet. Squalentem barbam et concreto sanguine crines. Vulnera quella gerens. Qui circum plurima muros acepit patrios. Je zou kunnen zeggen dat de erat aangevuld moet worden, want gerens betekent dragend, PPA. Je hebt dan niet echt een persoonsvorm hier. Wijs een beetje terug naar dat qualis. Hoe was hij dan? Nou, hij was dragend. Hij was hebbend. Hij droeg dus. Ja, gerens zei dat hij was dragend, maar lekker gewoon hij droeg van. Of hij had. En squalentem barbem. Squalier is vuil zijn, dus een PPA daarvan is vuil zijnde, oftewel gewoon vuil. Een vuile baard. En crines, haren, concretos, betekent aan elkaar klevend. Waardoor ablativus van sanguis doorbloed. Ja, zijn haar was helemaal bebloed natuurlijk. En dat kleeft dus aan elkaar. En wat nog meer dragend, wat had hij nog meer? Hij had vulnera illa, dit is accusatief meervoud van vulnus, wond, onzijdig woord. Die wonden, quai, die, acepit, hij dus, die hij, circum muros patrios, zo moet je dat zien, die hij rondom de muren van zijn vaderstad, letterlijk rondom de vaderlijke muren, hoort in dit geval, betekent iets als de muren van zijn vaderstad. Plurima betekent eigenlijk zeer veel. Dan heeft ontvangen.
of heeft opgelopen, als het ware. Dit is predicatief. Dat kan je dus niet ergens als betrekkelijk, als bijvoeglijke bepaling ergens bij neerzetten, maar moet je los in de zin zetten. Je kan het ook dus goed vertalen als in grote getalen of iets dergelijks. Of in grote aantallen. Die hij in grote aantallen rondom de muren van zijn vaderstad had opgelopen. Ik zeg nu had opgelopen. Misschien beter te zeggen heeft opgelopen. Ja, ik zou zeggen dat, dat dit perfect en veroorzaakt wordt door het idee dat het nog steeds voortduurt eigenlijk. Het feit dat die wonden er nog steeds zijn. Het is niet een afgesloten geheel. Dan zou je misschien naar het ac perat verwachten als pluscamp perfectum. Dat is eerder gebeurd dan het erat van vroeger. Maar het duurt nog steeds nu ook voort. Dus daarom vandaar denk ik ac perfectum. Wat kan ik tot slot nog hierover zeggen? Wat betreft stijl, kijk even naar de scansi weer. Squalen tembarbamt, barbet, concreto, sanguinicrinus. Allemaal lange lettergrepen. Ze voegen weer, denk ik, een heftigheid aan het, of een geladenheid aan het beeld toe. Er zit een polysyndetonnetje in natuurlijk. Et, que, maar niet zo'n grote. Er zit een climax in. Een vuile baard en haren aan elkaar klevend door bloed. En die wonden, die enzovoort, enzovoort. Een heel lang stuk. Dus eerst een kort stukje, dan een langer stukje en dan een heel lang stukje. En uiteraard wordt het steeds viezer. Eerst al is het maar vuiligheid, dan is het vuiligheid door bloed. En dan al die wonden. Het wordt steeds heftiger als het ware, inhoudelijk en qua lengte. En het feit dat hij hier tot slot, dat hij patrio's noemt, is, die opgelopen had rondom de muren van zijn vaderstad. Ja, dat is natuurlijk extra pijnlijk. Nou, deze hele beeldende beschrijving van hoe hij er dan uitzag, draagt ook weer bij aan het idee dat Aeneas probeert hier pathos op te wekken bij Dido. Medelijden, medeleven. Goed, we sluiten af en ik zie jullie volgende keer hopelijk weer. Dag!